terug bij het tweede deel van RTL Formule 1. Zoals u weet testen Allard Kalf en ik regelmatig echte racewagens. Maar er is natuurlijk maar één die je echt wil testen. En dat is dus een Formule 1 auto. Afgelopen zomer mocht Allard Kalf op Donington rijden in de 1997er Tyrrell van Jos Verstappen. Een auto overigens die privé-eigendom is van Paul Stoddart. Hij heeft er heel veel. Eentje gaf hier mee aan Allard. Klein jongetje ga je auto racen en wil je Formule 1 coureur worden. Velen rijden niet eens zo'n auto, laat staan dat je Formule 1 coureur wordt. En wij van RTL Formule 1 kregen de mogelijkheid om een paar rondjes te rijden met de oude Tyrrell van Jos Verstappen. U weet het nog wel, die auto met die V8 Ford Cosworth motor achterin, die het qua topsnelheid nooit op kon nemen tegen de V10 motoren. Maar technisch toch wel een klein hoogstandje. Twee dempers voor van Nederlandse makelij. De Koni-demper, nog steeds gemaakt in Oud-Beierland. Natuurlijk op alle manieren verstelbaar. En dan die Ford Cosworth motor. Een V8 motor, 3,5 liter, bijna 700 pk. En kijk, wat zien we daar? Gas schuiven. Je hebt twee manieren om dat te doen. Met een schuif, zoals in deze motor. Maar je kan ook een zogenaamde butterfly nemen. Dan zit er een soort rondje wat open gaat. Maar dan hou je altijd iets in dat gat. Schuif zorgt ervoor dat het gat helemaal open gaat. En dan kom je uiteindelijk in de uitlaat terecht. Uitlaat gemaakt van Inconel, een heel hoogwaardig materiaal wat niet alleen hoge temperaturen aan kan, maar ook nog geen scheurtjes geeft. Als we dan de wielophanging bekijken, dan zien we een heleboel gebruik van koolstofvezel, maar ook nog steeds gewoon stalen onderdelen, zoals daar aan de stuurstang. Het staal met daaromheen de koolstofvezel, gedeeltelijk aerodynamisch, gedeeltelijk om het stijver te maken. En natuurlijk de remmen, de koolstofvezelremmen die je zo onnoemelijk heet moet maken om de remmen goed te laten werken. Met de verf om de temperatuur te controleren. Die verf die er afbladdert als de temperatuur te hoog wordt. Temperatuur, ook hier belangrijk, want dat is de ingang van de radiateur. Twee grote waterradiatoren aan weerszijden van de monocoque om te zorgen dat die V8 motor koel genoeg blijft. Het stuurwiel met allerlei knopjes, toeters en bellen. En natuurlijk de bovenkant die eruit is. Want anders kun je A niet op het dashboard kijken. En B zou het iets te hoog worden volgens het reglement. Knopje voor de radio, mode up en mode down. Dat is voor het op- en terugschakelen. Overigens, dat moesten we allemaal zelf doen met deze auto. Dat ging niet automatisch. Veel vleugel. Niet alleen voor Donington, misschien ook wel voor mijzelf om het allemaal wat veiliger te maken. En natuurlijk achterop de diffuser, o zo belangrijk bij een Formule 1 auto. Met middenin het gat om te starten. En dan zijn wij klaar voor een rondje Donington. Langzaam bij het uitrijden van de pits natuurlijk zorgen dat ik niet tegen de pitmuur aanrijd. Even mijn helm nog goed. Een rondje of drie mag ik rijden. Nou, vier rijden zou ze dat nog niet doorhebben. De klap van de eerste versnelling. Even zwaaien en even lachen. Lach op mijn gezicht, want wegrijden zonder hem af te laten slaan, dat is op zich voor mij al een hele overwinning. En het terugschakelen op het stuur. Dat gaat nog redelijk makkelijk. De banden zijn wat oud. En ik heb het idee dat ze ook nog wat koud zijn, wat weinig grip. En dan met de 650 pk die deze motor heeft, gaan we toch ernstig hard in de vooruit. Rustig met het gasverhaal. Dan gaan we omhoog richting koppers en ook dat is zo'n bocht. Niet te vroeg op het gas en dan, als je helemaal op het gas staat, dat lange rustig stuk. Kijk of we de 270 km terug kunnen halen.
rechtervoor geblokkeerd. Kunnen jullie nou natuurlijk niet even zien. Voorzichtig insturen. Als we langzaam rijden, dan heb je niet... Ik zou zeggen... Niet de downforce om te zorgen dat je willen niet doorslaat. Maar al met al zijn er zoveel indrukken... dat ik eigenlijk woorden tekort kom. En eigenlijk was het te kort, te koud, niet hard genoeg. Ja, eigenlijk alles wil je natuurlijk beter. Maar toch heb ik weer met een echte Formule 1-auto gereden. En dat pakken ze me niet meer af.